Eindelijk zijn we eraan toegekomen om zelf hoeken te tekenen met behulp van de geodriehoek. Gevraagd is: tekenhoek her van 67 graden. Dan tekenen we eerst een lijn en zetten de letter bij het uiteinde van de lijn. Zelf vind ik het fijn om de linkerkant van de lijn te nemen als ik een hoek ga tekenen. Ik zet de nullijn en het nulpunt van mijn geodriehoek op het uiteinde van de lijn. En nu ga ik op zoek naar de juiste graden. Dus 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 67 en daar zet ik een streepje. Nu kan ik van punt R naar het streepje een lijn trekken met mijn geodriehoek. Omdat ik de hoek getekend heb, zet ik er ook een boogje in en het aantal graden in de hoek. Let op dat als je zelf een hoek tekent, je altijd de letter, het boogje en het aantal graden erbij schrijft. Dit zijn namelijk van die dingetjes die je snel vergeet. Al met al worden we steeds handiger met de geodriehoek. Voor de volgende keer leren we je drie hoeken tekenen. Voor nu natuurlijk weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.